Max, die nam het erover. En die kwam er bij het jubileum, 25-jarig jubileum van Tuschinski, kwam die daar op die gebeurtenis terug. Op 28 oktober 1946 was het 25 jaar geleden dat het Theater Tuschinski geopend werd. Het hoofdmoment van de middag. En zo hebben wij gemeend de nagedachtenis van de heren Tuschinski, Gerstanovic en Erlich niet beter te kunnen eren dan door u een imposant relief aan te bieden dat de trekken van dit onvergetelijk drietal voor altijd vastlegt. Als oudste der overlevenden van de familie Tuschinski wil ik tot allen die hier op deze dag verzameld zijn enkele woorden van waardering en dank spreken. Wij zullen dit nooit vergeten. Het was een feest. In ieder opzicht de Theater Tuschinski waardig. Carol Illy zei het al. Ja, zeg eens wat jij denkt. Ik zal je eerlijk zeggen, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik beelden zie van mijn grootvader eigenlijk. Ik kreeg vanmiddag al kippenvel toen ik het... Ja, dus het is echt een apart moment voor mij, moet ik zeggen, dit. Die man krijgt een heel ander beeld in mijn hoofd na dit filmpje dan tot nu toe 45 jaar in mijn leven. Hij lijkt op je vader. Ja, het is echt bijzonder. Het is heel mooi materiaal, ja. Wat raak jij zo nu misschien? Nou, dat ik überhaupt die man zie. Spreken vanuit een jonge, energieke... Nou ja, jong, maar een energieke persoon. Terwijl ik als heel jong mannetje de eerste 4 jaar van mijn leven natuurlijk maar soort van iets heb meegekregen van een opa die eigenlijk al te ziek was om iets energieks te doen. Dus ja, dat is voor mij echt bijzonder, dit. Ja. Ik zeg nog iets anders.